Maar dit zijn de Run Sox 2.0. In, vind ik, een hele mooie kleurenstelling. Namelijk zo zwart met groen. Sorry voor de beweging. Ik wil ze even gewoon laten zien aan je. Het is dus de opvolger van de Run 1.0. En de 2.0 is al een poos. Maar voor dit jaar is dit dus de nieuwe kleur. En ook de meest gekozen kleur van de Run 2.0. Waarom? Nou, wellicht heb je al een paar saps. En ja, dan kun je kiezen natuurlijk gewoon voor volledig zwart of volledig wit. Maar een kleuraccent is natuurlijk wel grappig. Totaal voor de rest geen verschillende effect natuurlijk. Maar wel een leuk kleurdetail. En waarom zou het niet wat vrolijker zijn bij het hardlopen? Nou, de Run 2.0 onderscheidt zich van andere compressiekousen door het fijne voetbed. Redelijk stevig. Stevige compressie. Ook wat dikker. Je hebt daarnaast natuurlijk de ultralights. Die zijn wat duurder. Maar deze zijn gewoon echt in mijn ogen hartstikke goed om mee te gaan hardlopen. En natuurlijk voor andere sporten waarbij je compressiekousen nodig hebt. Ze hebben een links- en rechtsaanduiding. En exact kiezen op jouw maat. Nou, hier aan de achterzijde zit een klein stukje reflectie. Op zich is dat wel een leuk detail. En dat komt natuurlijk net soms. Want dan ligt het een beetje aan de schoen. Boven de schoen uit. Dat is op zich wel mooi. Dus dat over de Run 2.0. In deze toch een mooie kleur, denk ik.